Wat is dit voor gebied? Je staat nu buiten dijks bij het Noordeinde. Dus dit is eigenlijk het noordelijkste puntje van Gelderland. En hoe heet deze mooie vaargul, wat is het, gracht? Het begin, het eerste stuk is de Gelderse gracht en dan gaat het over in het Nieuwe Kanaal. Nou Dick, je hebt Hans van de Wetering meegebracht. Hij is natuurlijk ook best wel bekend hier in de omgeving. En we zijn ook benieuwd hoe jij het afgelopen jaar hebt ervaren. Kun je ons iets vertellen over kanoverhuur? Dat is prima, maar ik denk dat het misschien wel leuk is om in de kano's te gaan. Ik was er al bang voor. Ik denk, ik ben erop gekleed. Ik ga met jullie mee. Jij kunt dat. Vast wel. Wat ga je doen? Ik neem even een boekje mee voor je. Want hierin is eigenlijk beschreven wat hier allemaal een beetje is. Waar je staat. Dat is handig, ja. Dus dat soort dingen. Nou, historische kanoroute. Nou, we gaan het meemaken. Ha, we maken wel, kijk, dat was een beetje voordeel van de coronatijd. Dit is, hier zit 1,5 meter tussen, zie je dat? Ja. Dus ja, dan kun je net verhuren waar je wil. Ja. Nou, daar gaan we dan, hè? Jongen, jongen, wie had het nog gedacht aan het eind van het jaar hier in een mooie natuurgebied te varen? Super gaaf. Dus en dat mag je dus heel vaak doen, Dick. Is dat zo? Ja, nou, het is ook leuk, hè? Ja. Je hebt gewoon echt heel veel plezier eraan, Hans, hè? Ja. En wanneer ben je hier nou mee begonnen, Dick? Nou, ik ben niet echt begonnen. Mijn zwager en mijn schoonzusje die zijn ermee begonnen. En eigenlijk zijn mijn schoonouders die zijn de eerste kanoverhuurders. Is dat al lang geleden? Toen mijn schoonouders begonnen, dat is al wel nou, 15 jaar geleden, denk ik. Maar daarna hebben mijn zwager en mijn schoonzusje het overgenomen. En 2 jaar geleden zijn wij zo'n beetje gestart. Maar dit jaar was eigenlijk het eerste jaar dat het serieus werd. En was gelijk voor jou duidelijk zo van, nou, dat als iemand stopt, dan ga ik dit overnemen? Of moest je echt wel even nadenken? Nou, het was meer dat mijn schoonzusje die kwam te overlijden. En toen heeft het een jaartje stilgelegen. En daarna wou mijn zoontje eigenlijk een vakantiebaantje. En toen zijn we daarbij hiermee begonnen. Hey Hans, en hoe is het nu voor jou om hier zo lekker te varen? Ja, ik vind het fantastisch. Ik heb zelf thuis een privé-kano. Dus ik ga ook regelmatig met de kinderen het water op zwemmen. En daarna even barbecue en zo. Maar ja, op dit moment had ik net zo lief gehad dat we niet konden kano en dat we konden schaatsen eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ja, want schaatsen, dat is jouw passie. Dat is mijn passie inderdaad. En ja, zeker nu in de winter op Veluwemeer, ja, dat is natuurlijk ook fantastisch om gewoon op zo'n manier op het water te kunnen zijn. Hè? Dus, ja. Maar goed, dat zit er even niet in. Nu ben je net begonnen, maar hoe was het nou het afgelopen jaar? Want niet het makkelijkste jaar om te beginnen. Nee, want het was eigenlijk het eerste jaar dat we een beetje serieus starten. En normaal gesproken gaan we rond Pasen, als het een beetje mooi weer is, dan begint het. Maar in Pasen zaten we gelijk al in de coronatijd. En toen hebben we eigenlijk gewacht, want we zagen dat niet helemaal voor ons, hoe dat moest. Kon je een beetje de maatregelen van 1,5 meter en zo, dat op zich gaat nog in elkaar? Ja, ik heb eigenlijk op de watersportsite opgezocht hoe anderen dat deden. Wij waren niet zo ervaren, maar er bleek dat kano eigenlijk een van de weinige dingen was wat heel goed kon. Ja, en merkte je dat aan klanten, zeg maar? Ja, want volgens mij is er dit jaar ongelooflijk veel gemountainbiked, gewandeld, gefietst en gekanoed. Ja, meer dan ooit tevoren, hè? Hey, nu naderen we iets moois. Ja, we varen nu onder de Gelderse Sluis door. En dit is eigenlijk een begrip in Noordeinde. Veel mensen die komen hier vissen, wandelen, noem maar op. Ja.
Is het nou makkelijk voor de mensen die nog nooit in een kano hebben gezeten om gelijk weg te varen? Of heb je wel eens grappige tafereeltjes gezien? Ja, ook wel. Dat gebeurt altijd. Maar over het algemeen bepaalt de hoeveelheid wind ongeveer hoe goed je bent. Het is nu windstil, dus iedereen kan er nu eigenlijk. Maar wanneer er een beetje een straf briesje overheen zit, dan... Ja, met die storm Bella niet doen. Nee, dat zou ik niet doen. Nee. Supermooi. Ik krijg een mooi een beetje donkere lucht. Ik hoop dat we het droog houden. Hans, heb je hier nou ook leren schaatsen? Ja, zeker. Mijn vader die was rietsnijder. En die bond mij 's ochtends de houtjes onder. En dan ging hij riet snijden. En dan aan het eind van de dag dan haalde hij me weer van het ijs af. En dan had hij soms nog moeite om mij van het ijs af te krijgen. Dus op een of andere manier was ik van kinds af aan niet van het ijs af te slaan. Oh, dus je hebt nog op houtjes geleerd. Leuk, hè? Ja, want ja. Dan gingen die linten weer los, die oranje linten. Ja, mijn vader die wist wel zo strak onder de binden dat hij nooit los ging. Voeten bijna bekneld. Ja, maar dat was ook wel, gingen we hout snijden of hout hakken daar op het eiland daar. En dan moesten ze met boomstammen, die moesten aan de wal gebracht worden met sleetjes. En dan hielp ik ook mee, zeg maar, met de schaatsjes. En dat was altijd wel bijzonder. Ik denk dat het toch op die manier een beetje gegaan is. En hoe is het nou om in Noordeinde op te groeien? Ja, ik vind het zelf heerlijk. Weet je, zoals nu met corona ook, er is corona, maar op zich merk je er niet zo heel veel van. Want ja, de dingen die je gewend bent om te doen, speelt hoofdzakelijk buiten af. En ja, die kun je in principe gewoon blijven doen. Hè? Dus, En wat voor uitzicht hebben we nu? Ja, voor je zie je de nieuwe schutsluis, die eerst bij de roggebot zat. Dus daar komt er echt een vaste kering. Dus dan moeten ook de schepen moeten daar schutten, zeg maar. En er komt ook een fietspad overheen. Dus wij van Noordeinde zijn straks heel snel verbonden met de overkant. Dus, ja, hoe mooi zitten jullie hier? Fantastisch, toch? Ja. Niet alleen voor schaatsen, maar voor kano, voor allerlei recreatie. Ja. Want ik hoorde dat je zei dat er soms ook wel gezwommen wordt hier. Ja, klopt. Vooral bij de sluis dan, maar ook wel op de vaargul. Dick, ik kan me voorstellen dat je nog best wel plannen kunt hebben voor de toekomst. Want met zo'n mooi gebied... Ja, nee, dat klopt. Maar ik denk dat wij proberen wel klein te blijven, omdat het eigenlijk een vakantiebaantje van mijn zoon is. Maar we kopen nog een paar van deze erbij. En ik zit te denken om van die subplanken te kopen. Oké, een sub of surf? Sub. Subplanken. Dat zijn die planken waar je op staat. Dat zag je de laatste tijd in coronatijd ook veel. Maar dan meer iets meer naar het westen misschien. Maar hier begint dat ook te komen. En het is hier heel stil. En dus ideaal en ondiep om te suppen. Ja. Dus wanneer je wilt leren surfen, of je, dat was vroeger dan wat meer, of je wilt leren suppen, dan stap je eraf en je stapt er weer op. En als je nou naar de toekomst kijkt, 2021 vooral eerst maar eens, wat kunnen we hier dan nog verwachten? Ja, er is nu een fietspad, die is al aangelegd, die is nog niet geopend. Maar dan kan je dus vanaf Noordeinde met de fiets de sluis over richting het Roggebotbos. Daar kan je ook heerlijk fietsen. Dus je krijgt wel een uitbreidingsmogelijkheden van je recreatiegebied. Ook daar aan de overkant heb je strand. Nou, je hebt het zee een stukje verderop. Dus je zou ook zo even vanuit Noordeinde heb je dan eigenlijk... wil je een biertje drinken op het terras, hoef je niet meer zo heel ver, zeg maar. Nee. Dus alleen maar voordelen wat dat betreft. Ja, heel veel mogelijkheden dus. Ja. Nou, wil je de mensen nu nog iets positiefs meegeven voor 2021? Nou, ik hoop natuurlijk dat iedereen gezond blijft. En ik wens iedereen veel vrijheid, ruimte en waterplezier toe. Nou, dat wens ik ook. Ja, dat zou mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. Kun je hier prima in coronatijd rondschaatsen. Ja, super mooi gebied. Nou, bedankt jongens. Geen dank.